Dit is een leuke instructievideo waarbij ik je wat extra font-effecten ga laten zien. Je weet dat als je een tekstdocument maakt in LibreOffice Writer en je typt daar een woord, ik ga dat even centreren, dat als je dat woord aanduidt en je kiest hier aan de linkerkant een nieuw font-effect, ik kies nu iets van boven, eens eventjes kijken, LibreOffice gaat alles inladen, heel veel fonts. Voilà, je ziet dat er een aantal fonts aanwezig zijn. Dat weet je ook door via de rechtermuisknop op teken te kiezen. En dan weet je dat je een voorbeeldvenster van onder krijgt. En je ziet daar eigenlijk alle lettertypes. Je kan met de pijltjes toetsen naar beneden, dan kan je alle fonts overlopen. Nu, het zijn er heel wat. Ik heb ze nooit geteld. Ik denk toch een kleine 50 à 60. Die zijn sowieso al voorzien. Dus er zijn leuke lettertypes aanwezig. Wat dat je ook kan doen, is extra lettertypes downloaden. Dus we gaan eens even kijken. Dat downloaden, dat doe ik op deze website. Ik vind dat een hele aangename. Je kan natuurlijk altijd naar Google gaan. En in Google ingeven free fonts. Een fonts is de Engelse vertaling voor lettertype. Free fonts. Je krijgt een aantal websites en je ziet dat dafont.com op de tweede plaats staat. Ik vind dat hier heel veel verschillende types fonts in zitten. Dus bijvoorbeeld iets rond een Disney thema. Iets rond een movie gallery thema, maar ook calligrafie scriptjes, dus voor heel schone schrijfwijzes, science fiction achtige lettertypes, Transformers, Batman enzovoort. Er zit ook een knopje top lettertypes in, dus waarin dat deze lettertypes, je ziet 8000 keer gedownload, 26.000 maal gedownload, en je ziet daar ook heel vaak bij free for personal use. Dus veel van deze lettertypes zijn gratis. Nu, waarom moet je bij LibreOffice goed op letten? Stel dat je een lettertype zou gaan downloaden en je hebt al een document in LibreOffice openstaan, dan gaat dat niet werken. Dus ik ga eerst LibreOffice sluiten. Dat komt omdat hij alle lettertypes in zijn geheugen laat bij het opstarten. Ik ga dit document verwerpen, ik heb het niet nodig en ik kies... Oei, excuseer. Ik zal even dicht doen wat we niet nodig hebben. Ik kies bijvoorbeeld hier. Dit is een heel duidelijk lettertype. Als je dat wenst te gebruiken, heel eenvoudig. Je drukt op download. Waar mag jij dat document gaan bewaren? Je ziet dat het in een zip-formaat zal gedownload worden. Ik kies mijnzelfde gekende map. Hij gaat het document downloaden. Als hij gedownload heeft, kan ik het openen, het zipbestand. Ik open zipbestanden altijd met het programma 7-zip of 7-zip. Gratis software die zowel zip als RAR als vele andere formaten aan kan. Dus hier heb ik mijn TTF, TrueType font. Ik kan het dubbelklikken en ik ga eens eventjes kijken. Dat duurt wat langer op mijn computer. Dat is omdat ik de videofilmpjes aan het opnemen ben. Dus je ziet, hij geeft al een voorbeeld van hoe het font er zou uitzien. Ik kan ook de knop installeren drukken. Hij gaat dat font proberen te installeren. Dit was eigenlijk alles. Als we dat nu sluiten, sluiten alles af, want dat hebben we niet meer nodig. En we gaan eens opnieuw naar LibreOffice Writer. We gaan een nieuw document aanmaken. Daar is die. En we kiezen nu KRC Genk. Mijn computertje heeft het moeilijk. Ik ga dat centreren en veel groter maken, zodanig dat je het goed kan zien. Als alles goed is, zou ik nu via de rechtermuisknop teken, zou ik dat font moeten kunnen gaan selecteren. Als ik me niet vergis, begon het met de letter S. En ik ga eens kijken, Scholar T. FB, zo heet het lettertype. En je ziet hier het voorbeeld al. Ik kan een bokeh drukken en je kan zien. Zo simpel is het om een nieuw lettertype in te voegen. En hier kan je natuurlijk een aantal dingen mee gaan doen. De dingen die je eigenlijk kent. Je kan het vet gaan maken. Komt natuurlijk dit lettertype niet zo goed tot zijn recht. Je kan het een ander kleurtje gaan geven. Dat zijn natuurlijk dingen die dat je al kent. Het schaduweffect wordt hier te donker op. Je drukt op bokeh en je krijgt een echt mooi lettertype. Dus dit om je document te verfraaien met wat meer exotische lettertypes om zo wat een mooiere opmaak te geven. Nu, een tweede mogelijkheid die dat je had, is te gaan gebruik maken van fontwork. Voordat je dit echter doet, wil ik je nog iets heel belangrijks zeggen. Stel dat jij dit document hier, stel dat dit het enige is wat in het document staat, en je slaat dat op en je zou dat document doorsturen naar iemand anders. Als hij of zij dat document gaat openen, dan gaat er zich een probleem bij hem of haar voordoen. Waarom? Omdat jij natuurlijk, jij hebt dit extra lettertype geselecteerd,
of geïnstalleerd op jouw computer. Als je doorstuurt naar iemand en hij of zij probeert dit te openen, dan gaat dit lettertype niet gevonden worden op die persoon zijn computer, waardoor dat je een heel vervormde opmaak krijgt. Er gaat nog altijd KRC Genk staan, maar zo goed als zeker staat het dan in het lettertype Times New Roman. Ik zal dat even openen en je gaat zien, dan krijgt hij of zij dit te zien. Om dat te tackelen, dat probleem, ga je het document, als je doorstuurt naar iemand anders en je wenst zeker dat hij of zij deze opmaak krijgt, dan kan je kiezen voor bestand, exporteren als PDF. Je laat maar eerst alle opties staan, of je maakt het je heel gemakkelijk en je drukt gewoon op dit knopje, direct exporteren als PDF. Dan ga je zien, KRC Genk opslaan en gaat dat hier beneden exporteren. Dat ging heel erg snel. We gaan eens even kijken of het document er staat. KRC Genk, ik ga dubbelklikken en openen. En dan ga je zien, in een PDF-document worden altijd de fonts mee bewaard. Eigenlijk is het een soort van afbeelding die dat hier ziet, omdat je weet dat je in PDF-documenten in principe geen schrijfrecht hebt. Dus stuur je een document door waarbij dat je zeker wil zijn dat de persoon, bijvoorbeeld als je het wenst af te drukken door die persoon, als jij zeker wil zijn dat de font meegenomen wordt, ofwel zorg je ervoor dat je de fonts mee uploadt naar die persoon, ofwel ga je het bestand exporteren als een PDF, dan ben je altijd zeker dat de juiste opmaak mee opgenomen wordt. Datzelfde eigenlijk, en dat is een addertje onder het gras, dat is zowel bij Word als bij Writer. Als je een document opmaakt op één computer en je stuurt het door naar iemand anders, zonder exotische fonts, met de standaard fonts, dan nog kan het zijn dat die opmaak verschilt. Hoe komt dat? Dat komt omdat de meeste mensen een verschillende printer bij hun thuis hebben. Je hebt een andere printer dan iemand anders. De marges die hier gekozen worden in Writer, die zijn afhankelijk van de printer die dat je hebt. Sommige printers kunnen heel kort tot tegen de marges aandrukken. En dan ga je ook afdrukken en dan ga je zien dat hier deze marges ook vergroot worden of verkleind worden. Dus als je een document wenst door te sturen, zeker als je dat wenst af te drukken, altijd exporteren als een PDF-document. Heel belangrijk. Ik ging nog steeds even verder met extra werken rond fonts. De fonts hebben we gezien. Wat wou ik nu nog doen? Dat is hier werken met FontWork. Dat hebben we reeds gedaan, maar ik ga je toch nog laten zien waar er nog wat extra leuke dingen in zitten. Stel dat ik hier zo'n FontWork uitkies. Je weet dat er een aantal ter beschikking zijn. Ik kies gewoon dat tweede FontWork en ik ga dat een beetje verkleinen, zodanig dat ik dat mooi op mijn document krijg. Dus je weet nog uit een vorig filmpje dat je alles bijna van dat FontWork kan gaan aanpassen. Wat wil ik je nog laten zien? Een aantal extra eigenschappen hiervan. Hier van boven deze balk, de FontWerkbalk, die hebben we al gebruikt. Dus als je een lijn getekend had, dan kon je hier alles nog aanpassen. Wou je pijltjes op de lijn, dan kon je dat hier ook kiezen. Dit is de lijndikte. Die zie je hier. De lijnsoort, streepjes, puntjes enzovoorts. Misschien kan ik het duidelijker maken als ik een voorbeeld geef. Stel dat mijn kleur binnenin niet zwart is, maar we gaan het kiezen blauw 6, dan zie je het al wat duidelijker. Als ik nu mijn lijndikte vergroot, dan, ik hoop dat het duidelijk is op de video, maar dan zie je duidelijk dat die lijnen dikker worden. Stel dat ik zeg, ik ga het even laten zien, de stippenlijntjes, dan zie je dat er stippenlijntjes met puntjes tussen verschijnen. Ik ga het nu vrij sumier houden, zo, en een beetje terug kleiner, gewoon om daar eenvoudig mee te kunnen werken. Dus je weet dat hier al een aantal dingetjes in zitten die je snel toegang geven om de opmaak van fonts, van FontWork te kunnen aanpassen. Je kon altijd FontWork boven of achter een ander object plaatsen, dus als je een tweede object zou tekenen, ik zal hier gewoon een rechthoek tekenen, dan weet je dat je het FontWork kan aanpassen. Dus als ik daar langs klik, ik selecteer mijn FontWork en ik zeg, jij moet vooraan liggen, dan zie je, hij komt voor het andere object te liggen. Dus ik ga dit object wegdoen, want dat heb ik niet meer nodig. Dus mijn FontWork eenmaal selecteren om objecten te kunnen aanpassen. Op voorgrond plaatsen, op achtergrond plaatsen, dat zijn deze dingetjes. Stel dat ik zeg, dit titeltje moet exact in het midden van de pagina komen, dan ga ik natuurlijk het anker verplaatsen en aan pagina vasthangen. En vanaf dan zou ik kunnen gaan zeggen, positie en grootte, jij moet in het midden van het blad komen, je ziet het hier aan het voorbeeld, en ik ga het verticaal ook eens centreren, dan zou die perfect in het midden van het blad moeten komen. Ik zal dat even minimaliseren, kleiner maken. Dan zie je,
Nog een keertje kleiner maken, dat mijn hele blad ertussen valt, dan zie je dat het fontwerk recht in het midden staat. Dan ga ik dat terug op 100% plaatsen. Voilà, en ik ga dit fontwerk niet gecentreerd, maar bovenaan plaatsen, zodanig dat ik wat duidelijker op mijn beeld kan werken. Ik ga een klein beetje naar onder plaatsen. Zo. Wat kan je echter nog doen? Dit zijn een aantal instellingen. Je kan die instellingen ook bereiken via rechtermuisknop en dan hier in het snelmenu te werken. Lijn geeft je alles in verband met de lijn die rond het fontwerk zit. De pijlen die dat je eventueel kan toevoegen. Eigenlijk is dit een uitgebreid dialoogvenster over deze vier, in principe vijf kadertjes. Dus dat hebben we al gehad. Wat kan je nog doen? Rechtermuisknop en gebied kiezen. Dat is hetzelfde knopje, ik zal het laten zien, als dit hier. Eenmaal dat je dit weet staan, ga je dat veel sneller gebruiken. Je kan erop klikken en je kan de kleur eenvoudig gaan aanpassen. Dat op zich is heel eenvoudig. Wat zit daar nog meer in? Je kan een gebied vullen met niet enkel kleur. Je zou het met niets kunnen vullen, dat geeft een heel saai uiterlijk. Maar je kan het ook met een kleurovergang gaan vullen. Ook dat hebben we reeds in een vorige video gedaan. Stel dat ik zeg lineair blauw-wit. Ik druk op OK en je ziet dat dat toegepast wordt. Nu staat hier nog steeds het woord fontwerk. Wil ik dat gaan aanpassen? Dan dubbelklik ik daarin. Hier zie ik het woordje fontwerk staan. Ik maak daar even van KRC Genk. Hoe ga ik dat doorvoeren? Gewoon even buiten het kadertje klikken, buiten de fontwerk klikken. En je gaat zien dat het toegepast is. Dus ik heb al een ander woord erin staan. Ik ga nog even laten zien wat er nog verborgen zit. Je kan een kleurovergang gaan kiezen. Je zou een arcering kunnen gaan kiezen. Meestal, daar ben ik heel eerlijk in, geeft dat niet zo'n mooi effect. Je ziet het, de streepjes zijn niet zo mooi in dit geval. Ik doe ongedaan maken en ik ga opnieuw kijken wat er nog te vinden is. Je kan ook een bitmap gaan gebruiken. Nu, al die dingen, die zie je hierboven ook ongeveer staan. Kleuren, kleurovergangen, arceringen en bitmaps. Dus je weet, als je hier iets kiest, kan je nog gaan verfijnen. Dus je ziet dat hier een blauwe kleur geselecteerd is. Als ik op kleuren druk, dan zie je dat dat eigenlijk blauw 6 was die ik geselecteerd heb. Nu, wat hebben we nog niet gezien? Schaduw. Je kan schaduweffecten gaan toevoegen. Je kan gaan positioneren waar dat de schaduw zou moeten vallen. Bijvoorbeeld volledig onderaan. Je maakt de afstand 0,2 cm en je geeft een kleur aan je schaduweffect. We gaan eens even kijken, dat rood 5 is, je kan ook een transparantie gaan toepassen op je schaduw. Dit gaat louter over schaduw. Je drukt op OK, je wacht eventjes, oei, ik had blijkbaar mijn kleur ook veranderd. Dus de kleur stond hier nog op zwart, dus de kleur zet ik terug op lichtblauw en dan krijg je ongeveer het effect dat we wensen te bereiken. Wat zit daar nog verder in? Transparantie, je zou jouw fontwerk, jouw woord, bijvoorbeeld half transparant kunnen maken. Je drukt op OK en je gaat zien, als ik nu opnieuw diezelfde rechthoek zou gaan plaatsen en ik zou dit object vooraan plaatsen, dan ga je goed zien dat dat object, je ziet er aan de lijntjes, dat dat transparant is. Je kan er zo als het ware doorkijken. Ongedaan maken, ik heb die opmaak niet meer nodig, naar gebied gaan en eens kijken wat dat er nog in zit. We zaten bij transparantie. Je zou de hele transparantie ook kunnen gaan aanpassen. Je kan gaan positioneren wat je die wil. Bijvoorbeeld radiaal gaan werken. Je drukt op OK en je gaat zien. Voilà, dat die radiale transparantie gaat toepassen. Opnieuw verder naar het volgende. Kleurovergangen, dat waren we nog niet. Transparantie hebben we gezien. We gaan naar kleuren en je zou hier zeggen van, we hebben wel lichtblauw, lichtrood enzovoorts, maar je kan je eigen kleur ook gaan maken. Dus hoe kan je dat doen? Je kan hier gewoon een kleur ingeven. Stel dat ik zeg, ik vertrek van een groene kleur en ik maak daarvan lyceumgroen. En ik zou bijvoorbeeld de roodwaarde een heel stuk verhogen en ik zou ook de blauwwaarde een beetje veranderen. Dan krijgen we een eigen kleur. Het enige wat dat we nu nog moeten doen is toevoegen drukken. Je drukt op OK. Er is nog niets toegepast. En nu komt hij en je krijgt jouw groen effect. Je ziet het hier van boven. Lyceumgroen is nu een gewone kleur die dat je uit de kleuren kan gaan kiezen. Dus we hebben onze eigen kleur gemengd en opgeslaan en toegepast. Een gebied, dus we hebben kleuren al gezien. Overgangen, net hetzelfde. Je kan iedere overgang gaan kiezen. Stel dat je zegt, dit vind ik wel een leuke overgang, maar
We moeten geen zwarte bol krijgen, maar we moeten eens eventjes kijken wat dat vel tegen afsteekt. Geel. Een gele bol krijgen, maar die moet zich in het midden centreren. Dus we gaan die op 50% zetten. Of laten we deze nu eens aan de linkerkant placeren en op de y-as in het midden zetten. Zo. Drukt op OK. Hij zegt, er werd iets aangepast. Wil je deze kleur gaan wijzigen? Dus de bestaande kleur gaan wijzigen. Of wil je zelf een nieuwe kleurovergang maken? Lyceum geel. Groen maken we ervan. Ik druk op OK. En je ziet, die kleurovergang is mee opgenomen. Nog eens even kijken wat dat er nog in staat. Dus kleurovergangen hebben we gezien. Ook die kan je dus helemaal gaan aanpassen. Arceringen hebben we ook reeds overlopen. Dus je kan een arcering gaan kiezen en deze gaan toevoegen. Helemaal aanpassen welke lijnsoorten dat er komen enzovoorts. Ik druk op annuleren omdat ik hem zeker niet wil toepassen. En ik ga opnieuw kijken. Arcering gebruik ik zelf niet zo vaak. Maar wat ik wel durf te gebruiken is bitmaps. En wat kan je hier zien? Hier kan je eigenlijk zelf, bij kaarsiegenk hoort natuurlijk wat blauw, hier kan je zelf een soort patroon gaan maken. Dus als je zegt, ik wil dat er zo sterretjes in staan. En we doen dat hier nogmaals bijvoorbeeld. Dan zie je dat golfpatroon als voorbeeld staan. Dus ook dit zou je, zelfs de achtergrondkleur kan je hiervan gaan wijzigen. Dus als ik zeg, blauwe golven op een grijze achtergrond. Ik druk OK. Opnieuw zegt hij weer, wil je dat aanpassen, het bestaande, dus de blanco. Of wil je dat gaan toevoegen? Ik zeg golven. Oké. En je gaat zien blauwe golven met een grijze achtergrond. Niet super mooi, want ik weet dat ik ook nog een bestaande foto heb van Racing Genk. Dus ik doe gebied. Ik kijk eens bij bitmaps en je ziet dat er hier een heel aantal al in staan. Dus je kan heel eenvoudig een achtergrond kiezen. Je drukt op oké en deze is weer toegepast. Nu, ik had er zelf eentje, gebied bitmaps, en ik zou er een kunnen importeren. Ik druk op die knop. Ik kies mijn transparante logo. Ik druk op OK. Hij gaat vragen, wil je een naam voor die externe bitmap? Ik laat op KRC staan en je gaat zien, hij gaat hier al een voorbeeld laten zien. Ik druk op OK en we kijken wat het effect is. Het is een relatief mooi effect, maar ik herken het hele logo hier niet helemaal in. Wat kan je doen? Je kan nog ook hiervan weer alles fine-tunen. Dus rechtermuisknop, gebied. En dan ga je niet meer bij dit tabblad van bitmaps kijken, maar je gaat kijken naar het gebied. We gaan het vullen met een bitmap, de KRC Genk bitmap. En nu gaan we eens kijken, je kan de grootte ook nog gaan aanpassen. Als ik deze originele grootte nu eens uitzet, dan gaat hij zelf zeggen, mag ik foto's gebruiken van 1 cm op 1 cm. Waar wil je dat ik begin met die foto's? Ik zeg bijvoorbeeld linksboven. En we laten de verschuiving even laten staan. Dus je gaat zien, als ik hier de verschuiving zou vergroten, dan gaan je bitmaps mee opschuiven. Op zich is dat hier niet zo heel belangrijk. Ik druk op OK en ik ga eens kijken welk effect dat dit geeft. Dit is eigenlijk wel een heel erg leuk effect. Het Genk logo binnen het fontwerk. Dus even kijken, hebben we hier alles overlopen? Je zou kunnen gaan zeggen, nee, mijn afbeeldingen moeten allemaal 50% van hun origineel zijn. Dan kan je dat gewoon gaan aanpassen. Je drukt op OK en je ziet dat de logo's nu in 50% van hun originele grootte zijn. Dit geeft je zo wat standaard opmaak. Ook hiervan kan je nog alles fine-tunen. Wat wil ik je misschien nog laten zien? Je weet dat je hier kan vergroten en verkleinen. Maar met het moment dat je, en via dit handje, kan je je opmaak al gaan aanpassen. Je ziet het. Ik ga het even ongedaan maken. Maar als je het draaien-icoon indrukt, dan worden je vulgrepen rood. Dan kan je, als je in de hoeken gaat staan, je hele font gaan draaien. Bijvoorbeeld zo. Geeft ook wel een leuk effect. Ik ga ze ongedaan maken. Als je in het midden de vulgrepen pakt, dan kan je eigenlijk de richting nog helemaal gaan aanpassen. En als het ware een beetje plat drukken. Dus allerlei opmaak of kansen die dat je geeft om een nieuwe opmaak te maken. Dus ik druk even ongedaan maken. Eens kijken wat het mooiste effect nog was. Eentje terug verder. Zo gaan we hem laten. Ik zet de draaien uit. Ik maak hem nog wat smaller om een iets breder effect te creëren. Goed, dit voor de standaard knopjes die hier staan.
Wat kan je ook nog doen? Ik weet niet of je het gezien hebt. Op het moment dat je hier fontwerk selecteert, dan komt hier een kleine fontwerk werkbalk bij. Ik zal hem even loskoppelen. Zo, dan zie je het. We hebben fontwerk geselecteerd. Je kan ook hiervan, terwijl dat je al fontwerk hebt gemaakt, kan je de fontwerk vorm aanpassen. Dus ik zal het wat hoger slepen, dan zie je alles staan. Je drukt dat uit en je ziet dat hier de vlagvorm geselecteerd is. Dat klopt ook. Ook dit vakje zou je kunnen gaan losmaken als je dat wenst. Op zich nu niet zo heel belangrijk. Ook hiervan kan ik zeggen, nee, dan moet ik het in een bolvorm krijgen. Of in een halve boog. Je kan eigenlijk alles gaan aanpassen. De cirkel komt hier nu niet zo mooi uit, maar geeft vaak wel een heel erg leuk effect. Dus ook de vorm kan je nog aanpassen. Ik sluit dit even. Wat kan je nog aanpassen? Je kan ervoor zorgen dat alle letters dezelfde hoogte krijgen. Dus als je wilt dit echt maximaliseren, dan gebruik je dit knopje. Fontwerk, gelijke letterhoogte. Dus ik ga het ongedaan maken om terug naar het origineel te maken. Je zou de uitlijning nog gaan aanpassen. En wat dat ook heel erg leuk is, is deze knop, de tekenafstand. Ik zal het een beetje terugzetten. Tekenafstand. Nu staan de letters op een normale afstand van elkaar, maar je zou ze bijvoorbeeld ver uit elkaar kunnen plaatsen, dat er veel witruimte is. Maar heel leuk is zeer dicht op één en dan gaan je letters een beetje in elkaar overvloeien. Wanneer geeft dit nog een extra leuk effect? Als we zo dadelijk gaan werken met de 3D-effect. Dus je kan op fontwerk ook nog 3D-effecten gaan toepassen. Dus ik sluit dit venster eventjes, hebben we niet zo nodig. Maar we hebben een andere werkbalk nodig, dus ik doe beeld, werkbalken, 3D instaan. Dan krijg ik een nieuwe werkbalk te zien waar dat geen enkele knop zichtbaar is, behalve de eerste. En daar staat extrusie aan of uit. Gaan we dat toepassen, dan ga je zien dat alle andere knoppen actief zijn. Dus als ik zeg van oké, ik ga daarmee akkoord, ik druk daarop, dan gaat LibreOffice het een en het ander wijzigen en dan gaat proberen dit object al te converteren naar een 3D-object. En dan kan je ermee opnieuw beginnen werken. Wat zien we nu hier wel? Dat we een groene kleur hebben als achtergrond. Dat is misschien niet de mooiste kleur. Dus je kan hier gaan zeggen bij de 3D-kleur van achter, niet groen, maar bijvoorbeeld blauw. Even wachten en je gaat zien dat de achtergrond aangepast is. Misschien nog iets donkerder blauw kiezen. En zo. Ja, dat is al wat duidelijker. Ik vind eigenlijk ook het schaduweffect niet zo heel erg mooi. Dus ik ga het schaduweffect terug wat aanpassen. Hopelijk geeft hij ons daar nog de kans toe. Grijs. We zullen het schaduweffect eens even uitzetten. Dan zie je nog beter wat dat 3D-effect doet. Schaduweffect uit en nu zie je duidelijk een 3D-effect. En nu zie je de mooie overgang van de letters, aangezien we die zeer kort bij elkaar gezet hadden. Als we die nu een klein beetje terug uit elkaar zetten, op normale afstand, dan zie je dat er weer spacering tussen zit. Dicht op 1, dan zet hij ze net niet tegen elkaar en zeer dicht op 1, dan lijken ze in elkaar over te vloeien, wat een mooi effect geeft. Lijnsoort een beetje dikker maken, zo. Eventjes nog snel deze dingen overlopen. Je hebt een 3D-object gemaakt. Ook hiervan kan je weer heel wat dingen toepassen. Je kan hem omlaag gaan kantelen, één keer klikken en je gaat zien. Ik ga een aantal keren klikken, zodat je ziet dat het object op zich echt gekanteld wordt. Dus even ongedaan maken, alle kantelingen ongedaan maken, zodanig dat hij terug recht staat. Je kan natuurlijk ook naar boven gaan kantelen. Je kan naar links gaan kantelen. Ook dit druk ik een aantal keren, dan ga je zien dat het object zich echt naar de linker of de rechterkant schuift. Hier geen zorgen om maken, dat wordt blauw zo dadelijk als we het object terug loslaten. Ook dit ga ik eventjes terug ongedaan maken. Zo. Dus dat is het kantelen, de eerste vier knoppen die dat je hebt. Je kan de diepte gaan bepalen van het 3D gedeelte. Dus als je zegt van ik wil eigenlijk maar een klein beetje diepte, dan druk je op 1. Zeg je ik wil 10 mm diepte, dan ga je een heel diep object krijgen. Dat komt hier helemaal niet zo mooi uit. Dus ik ga dat terug bijvoorbeeld op 2,5 zetten. Dan zie je duidelijk dat het 3D is. Dat is de diepte. Dan ga je nog bepalen vanuit welke hoek, vanuit welk perspectief wil je het 3D-object zien. Bijvoorbeeld als ik nu zeg, het moet naar het noordoosten uitgevoerd worden. Dan zie je dat het 3D-effect naar linksonder wordt verwerkt. Dit is ook een leuke. Je kan de belichting gaan aanpassen. Stel dat je zegt, ik wil mijn belichting van linksonder laten verschijnen. Dat doen we even. Dan ga je zien dat linksonder de lichte kleur komt en van boven rechtsboven de meest donkere kleur. Stel ik dat van de linkerkant doe, dan ga je zien dat het licht hier aan de linkerkant is en dat rechts donkerder wordt.
Dus een 7'tjes terug op rechtsonder plaatsen. Dat geeft niet zo'n mooi effect. Misschien linksboven. Voilà, je krijgt terug 3D. Het enige wat je dan nog kan gaan doen, is het oppervlakte gaan bepalen. Dus je kan het een metallic look geven, een plastic look, een matte look of een echt draaimodel gaan geven. Nu wat dat hier niet zo mooi gaat uitkomen, ik wist dat op voorhand, ik heb er een aantal geprobeerd, het plastic model misschien wel. Waar ga je hier weinig aan zien? Dat is gewoon omdat we het logo als bitmap achtergrond gebruikt hebben, waardoor dat je deze effecten niet zo sterk kan gaan zien. Allerlei objecten om heel leuke objecten te maken binnen Writer. Ik ken een aantal mensen die zelfs Writer gebruiken om echte mooie logo's te ontwerpen of echte knappe lettertypes te ontmaken, lettertekens te maken. Die zijn dan gaan knippen, plakken eigenlijk in een fotobewerkingspakket, zodanig dat ze ook mooie objecten startklaar hebben. Voilà, veel succes met het opmaken van je letters en je lettertekens.